Hallo allemaal, ik ben er weer. Dit keer niet met een kookvlog, maar een vlog over wat ik in mijn keukenkastjes en koelkast heb. Ik ben natuurlijk al een aantal jaren gewichtsconsulent. Ik heb heel lang mijn praktijk gevoerd. En ik weet nog heel goed dat als ik dan de supermarkt inliep en daar kwam ik wel eens cliënten tegen. En dan keek ze altijd even in mijn karretje en bedenkend van, goh, wat eet zij nou eigenlijk? Dus blijkbaar was dat altijd wel heel interessant. Dus laat ik jullie nu eens meenemen en jullie laten zien wat ik in mijn keukenkastje en mijn koelkast heb en wat ik zo al eigenlijk eet. Nou, de dag begin ik meestal, of eigenlijk altijd wel, met een probiotica. Ja, dat zit er eigenlijk al zo ingebakken. Ik voel me er hartstikke goed bij. Nou, zoals jullie weten is mijn ontbijt elke keer anders. Ik kijk altijd, goh, waar heb ik trek aan? Wat zegt mijn maagje eigenlijk? En daar luister ik naar. Nou, dat kan de ene keer kan dat een lichte cracker zijn. En dan vind ik deze ontzettend lekker. Jullie weten inmiddels dat ik koolhydraatarm probeer te eten. Omdat dat na de operatie bij mij gewoon beter gaat. Ik vind het een ontzettend lekker product van Atkins. Ik heb daar bijvoorbeeld ook het volkoren brood van. Want ja, weet je, soms dan heb ik gewoon echt zin aan boterhammen. Gewoon een simpele boterham met kaas. En dan zijn deze echt een uitkomst. Ze vullen ontzettend goed en ik vind ze ook echt heerlijk smaken. Nou, wat ik al zei, de simpele boterham met kaas. Nou, ik heb dan vaak de 20 plus kaas. Laag in vetten, laag in calorieën dus. En ik vind hem ook heel erg lekker. Eens kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, de pindakaas. Ook een product, ik zie al dat hij bijna op is, want hij gaat hard. Vind ik ontzettend lekker. Het is een gezond product. Ik probeer altijd 100% pindakaas te pakken. Dat het geen toegevoegde suikers heeft, maar gewoon echt 100% gemalen pinda's. Wat ik zo fijn vind aan pindakaas is dat iedereen weet dat je elke dag 30 gram nootjes moet eten of zou moeten eten. Daar kom ik ook niet altijd aan, dan lukt het soms niet. En dan is pindakaas, gewoon twee lekkere boterhammen met pindakaas of ergens door een smoothie, is dan een vervanger voor je noten. Dus ja, dit doe ik nog wel eens dikwijls. Even zien. Nou, jullie weten ook dat ik een zoete kou ben en zeker ook op brood. Nou, dan is dit echt mijn all-time favorite. De jam. Even kijken. Ja. Hij is erg laag in calorieën. Hij heeft bijna geen suikers. Hij heeft zelfs ook nog verhoogd gehalte aan vezels. Dus dit is echt, als ik trek heb in zoet, is dit mijn topproduct. Ja, en wat smeer ik er dan op? Ja, ik geloof dat jullie dat vaak wel eens zien in de hashtags omega 3. Even kijken hoor. Zo. Dat is deze jongen. Het is een half farine met echte omega 3 visolies. Erg belangrijk. Wat ik al zeg, ik probeer elke dag mijn nootjes te eten. Ik probeer ook één keer in de week zeker vette vis te eten. Maar soms lukt dat niet altijd. En deze boter, die helpt jou dan een handje. Nou, om maar verder te gaan over omega 3. Ik heb eigenlijk ook altijd wel avocado's in huis. Ja, het zijn altijd lastige dingen, vind ik. Of ze zijn te hard, of ze zijn ineens te zacht. Maar ik weet gewoon dat als ze dan te zacht zijn, wat ik dan doe, ik smeer ze dan lekker uit als een spread over de boterham. En zijn ze nog wat harder en wat weer meer met een bite, dan vind ik hem weer lekker door de salade. Maar ik heb ze stevast eigenlijk altijd in huis. Ook weer een bron van gezonde vetten en heel veel omega 3. Wat hebben we nog meer? Even zien. Ja, ik heb natuurlijk ook altijd fruit in huis. En blauwe bessen, dat is eigenlijk een van mijn favorieten. Makkelijk te eten, ontzettend lekker. Bomvol met antioxidanten en vezels. Dus ja, fruit zul je bij mij altijd in de koelkast treffen. Maar goed, daarentegen zul je bij mij ook rauwkost vinden. Soms heb ik gewoon even zin om ergens op te kauwen. En ja, dat kan ik dan kan kiezen voor iets slechts. Maar 9 van de 10 keer als dit dan voor mijn neus ligt, dan knabbel ik gewoon lekker een paar snoeptomaatjes weg. En dan ben ik weer tevreden. Dus die zul je ook altijd bij mij in huis vinden. Wat hebben we nog meer? Oh ja, dat is wel een hele leuke. Deze, de ongezoete kokosmelk. Dat is eigenlijk een product die hier de koelkast uitvliegt. Die gebruik ik werkelijk dagelijks voor van alles. Tot en met de chia pudding, de proteïnedrankjes, overnight oats, joh, noem het maar op. Dit is vaak mijn basisproduct.
En soms heb ik ook gewoon zin aan een lekker kopje decafé cappuccino. En dan nee, dan maak ik hem niet met de volle melk, maar dan maak ik hem met deze. Hij schuimt heerlijk, hij is romig, maar heeft niet de, is niet gezoet, dus geen suikers. En hij heeft niet de verzadigde vetten wat volle melk heeft. Omdat ja, de verzadigde vetten zijn de verkeerde vetten. Dus die probeer ik gewoon tot een minimum te houden. En hij is gewoon ontzettend lekker. Dus af en toe drink ik gewoon heel graag een cappuccino met deze op klopmelk. Wat hebben we nog meer? Ik geloof dat we er bijna doorheen zijn. Oh ja, tuurlijk. Toetje. Ja, ook ik hou ervan. En dan vind ik deze gewoon zo ontzettend lekker. Het smaakt gewoon alsof je zondigt, maar het is zonder vet, zonder toegevoegde suikers. Dus joh, je kan het jezelf gewoon gunnen. Dus ja, ook ik gebruik toetjes, maar dan deze. En oh ja, dat is ook nog wel even leuk, het laatste product. Ik ben absoluut van het gezonde eten, maar het moet geen straf zijn. Dus als ik s'avonds een lekker stukje vegetarisch vlees of een stukje kip of noem maar wat heb... Dan ja, dan vind ik het ook wel heerlijk om dan even lekker door een beetje mayo te dippen. En dan is dit voor mij de ideale mayo. Hij is laag in calorieën, laag in vetten, laag in suikers. En hij smaakt gewoon ontzettend lekker. Je hoeft eigenlijk qua smaak hoef je niet in te boeten. Dus ja, dit is eigenlijk ook wel mijn topproduct die eigenlijk ook wel heel hard gaat in mijn keuken. Ja, dat zijn eigenlijk wel een beetje de producten die ik een beetje wekelijks eet. Ja, ook ik wissel natuurlijk wel eens. De ene keer eet ik wat meer van dat, de andere keer meer van dat. Maar wat ik al vaker ook heb geschreven is, ik hanteer de 80-20 regel. 80% gezond en dan heb ik 20% ruimte om gewoon lekker te doen en niet op te letten. En ik moet zeggen dat dat voor mij eigenlijk gewoon heel goed werkt. Dus ja, ook ik heb lekker chips in huis. Ook ik heb lekker chocola in huis. En dat is dan die 20%. En ja, die vul ik zeker in. Maar goed, jullie hebben dus gezien wat ik zoal eet. Mochten jullie het leuk vinden om eens een eetdagboekje van mij te zien. Dat ik bijvoorbeeld 1 of 2 of 3, noem maar wat, dagen bijhoud wat ik eet. Misschien vind je dat leuk. Laat het me dan weten. Dan kan ik die voor jullie bijhouden. Nou, ik vond het weer hartstikke leuk. Tot de volgende keer en ik wens jullie een hele fijne dag. Dag!